Hallo, ik wil je heel graag het een en ander vertellen en uitleggen over Psyche. Wat is dat nou? Ik vind het een fantastische coachingmethode om je onbewuste te herprogrammeren. 95% van alles wat je doet, denkt, voelt, zit in je onderbewustzijn. 5% is maar bewust. Dus kun je nagaan hoe je de hele dag eigenlijk wordt geleefd door je eigen software. Of je nou wil stoppen met roken, of je wil stoppen met alcohol, of je wil stoppen met overeten. Als je het moeilijk vindt om anderen van je te laten houden, als je het moeilijk vindt om voorspoed en geld te ontvangen, als je het moeilijk vindt om connectie te maken, als je jezelf isoleert, eenzaamheid is iets wat tegenwoordig heel erg opspeelt. We zijn nog nooit zo digitaal verbonden met elkaar geweest. Maar wat een eenzaamheid zie ik. En die eenzaamheid voel je het meest als je niet verbonden bent met jezelf. Dat kun je dus ook herstellen. Je eigenwaarde kun je herstellen. Dat je trots bent op jezelf. Dat je het veilig vindt om je te laten beminnen. Je kan het niet zo gek maken, of je kunt het herprogrammeren tot op je DNA-niveau. Een psycholoog, Williams heet hij, heeft deze techniek vervolmaakt. En samen met Bruce Lipton hebben ze de Biology of Belief. Bruce Lipton heeft daar een boek over geschreven. Het is een uh, bioloog. En hij heeft eigenlijk de wetenschap totaal op zijn kop gezet. door te laten zien dat overtuigingen direct invloed hebben op je DNA. En de oude meritus was dat. DNA niet te veranderen viel. Je werd geboren voor een uh, dubbeltje en dan werd je nooit een kwartje. Maar dat is dus helemaal niet waar. Wij zijn een gigantisch geniaal apparaat. Ik noem het altijd een avatar die je helemaal kan bijschaven. Bijscha De eerste zeven jaar van je leven heb je eigenlijk geen kritische factor. In je brein kan je niet iets nuanceren. Je kan niet als je moeder komt denken van nou, oké, okay, ze heeft even druk met zichzelf. Nee, dat op, op onbewust niveau maakt dat schade bij. Dat je bijvoorbeeld minder belangrijk voelt of dat je jezelf niet waard voelt of dat je je afgewezen voelt. En met deze techniek kun je dat dus herprogrammeren voor eens en voor altijd. Ik heb net met een, uh, een fantastische lieve vrouw online een sessie gedaan. En dan hebben we iets van zeven overtuigingen in één sessie gedaan. Hoe mooi is dat? En ik was er zo enthousiast over dat ik mezelf ook weer meteen een aantal dingen heb gedaan. Het is veilig om bemind te worden. Wat een vrijheid geeft dat. Um, ik heb een financieel uh, zo van... Het is oké okay om veel meer geld te hebben dan dat je nodig hebt. En het bijzondere is dat je dan voelt dat veiligheid en rust zit daar eigenlijk onder. Dus het gaat ook nog eens heel erg diep. En het werkt met een hele brein staat. Als je brein in congruentie is met elkaar, dus als je bijvoorbeeld je armen zo hebt of je hebt je benen gekruist of je hebt twee hersenhelften in je handen. Het is een techniek, verschillende technieken die je bij mij leert onder begeleiding, want ik ben een psyche facilitator. Dan breng ik jou dus in die hele breinstaat, waardoor je brein opnieuw, dat onderbewuste, kan aannemen dat die nieuwe overtuiging: het is veilig om bemind te worden, tot helemaal diep in je zieletje, tot helemaal diep in je celletje, tot helemaal diep in je DNA geïntegreerd kan worden. Nou, hoe mooi is dat? En daarom ben ik zo ontzettend ja, trots dat ik ook dit in mijn uh, gereedschapkistje heb. En het is natuurlijk niet uh, voor iedereen, want soms doe ik werken met delen of gestalt of hypnotherapie. Maar dit is wel iets heel praktisch en met direct resultaat. Namelijk, want we werken met spierspanning en spiertesten. Ook op een hele eigen wijze. Want je lichaam kan niet sterk zijn als je iets zegt hardop wat niet waar is. Dan, ja, dan test je daar zwak op. Dus je hebt meteen ook voor jezelf. Een hele heldere eikpunt. van ja wat is waar en wat is niet waar. En wat ik ook zo mooi vind, is dat je als je aan één overtuiging werkt, dat noemen ze een containerbegrip. Vallen heel veel andere overtuigingen die daaronder hangen automatisch op een betere plek. Ik zeg heerlijk, je bent ontzettend welkom om naar me toe te komen. Ik werk met drie sessies. Uh, hoeft niet alle drie de sessies op hetzelfde thema te zijn, maar je kan ook zeven overtuigingen de eerste keer, drie overtuigingen de tweede keer en misschien wel acht de laatste keer. En hoe mooi dat je zo'n hele waaier van negatieve overtuigingen, die jou eigenlijk in je zelfgemaakte, onbewuste gevangenis houdt, kan herprogrammeren. Ik zeg, je bent ontzettend welkom. Met al mijn liefde ontvang ik je.